Ja, welkom bij de masterclass Investeren in Spanje. Vandaag doen we hem met Jay Kerkhoff. Nou, Jay en ik zijn al een tijd bezig om in contact te komen via LinkedIn. Volgens mij zijn we daar dik 1,5 jaar geleden mee gestart. Maar goed, toen was jij druk, toen was ik druk. En zo lopen die dingen. Maar uiteindelijk ja, heel veel vragen ook weer vanuit de klanten van ons, van de cursus. Om ja, toch ook wel het investeren in Spanje. Nou, wij helpen, zoals mensen misschien weten, wij helpen mensen met het investeren in vakantiewoningen. Dat doen we zelf al sinds 2008 in Nederland vanuit ja, onze eigen business, zeg maar. Later zijn we mensen daarin gaan helpen vanuit de B&B verhuurcursus. En we hebben veel verstand van zaken, maar van Spanje weten we niet alles. En daarom nodigen we eigenlijk ja, experts uit. En nou, ik denk wel te zeggen dat Jay een expert is. Dat zal hij zo meteen ook nog eventjes wat meer gaan staven door middel van zijn verhaal. Jay, welkom en alvast Dankjewel. bedankt in ieder geval dat je dit wil gaan doen. Ik denk ook meteen vooraf, als de mensen denken van ja, ik wil weten hoe kan ik Jay contacten. We nemen deze video op natuurlijk nu, maar als je straks in de replay kijkt, helemaal in het einde staan Jay's gegevens. En dan kan je ook gewoon direct eigenlijk contact met hem opnemen als je denkt van hey, ik wil weten waar dat staat. Dus dat is dat vooraf. En dan ja, geef ik het woord aan jou, Jay. Ja, Nick, dankjewel. Leuk. Leuk dat ik ja, bij jou hier mag zijn na al die tijd, wat je net al Ja. aan. Het heeft even geduurd voordat we goed met elkaar in contact kwamen. Maar goed, dat, ja, zo gaat dat af en toe. Ik heb er zin in. We zeggen, laten we even kijken. Ik heb een presentatie voor jullie gemaakt, waar we even gaan doorlopen. Nou goed, wie ben ik en wat doe ik? Ja. Waar doe ik dat? Welke locaties ben ik actief? En dan natuurlijk nog het proces van. Nou ja, goed, wat komt daar verder bij kijken? Een stukje financieel, een stukje aankoop. Hebben wij zelf aanbod? En hoe werkt het in Spanje met het aanbod? Nou, en dan natuurlijk een stukje beheer, verhuur. En zoals je aangaf, op het eind inderdaad mijn contactgegevens. Ja, en misschien wel leuk om te vertellen. Jij hebt dit gemaakt in een stukje software. Het is een puzzel, hè, die je gaat oplossen. En Ja. ik vond eigenlijk de anekdote daarbij wel leuk die je net gaf. Ja, klopt. Nee, ik heb inderdaad gekozen voor het layout van een puzzel. Ik vond hem op zich toepasselijk, omdat het uiteindelijk natuurlijk bepaalde kennisstukken zijn die bij elkaar moeten komen, die als een puzzel in elkaar moeten vallen. En daarbij is het aankoopproces, ja, zie ik ook als een puzzel. Er zijn natuurlijk gewoon bepaalde puzzelstukken die bij elkaar moeten komen, waardoor je een geheel proces krijgt. Ja, en hopelijk een mooie aankoop kan doen. Precies. Dus zo doen we. Zo, de eerste slide. Nou, ik zal me even voorstellen. Je zei het net al, Nick. Mijn naam is Jay Kerkhoff. Ik ben 31 jaar. Ik heb een eigen makelaarskantoor in Dordrecht. En het grappige daarvan is, dat is ontstaan in Spanje. Wij ja, hebben eigenlijk al heel lang zelf de intentie gehad om daar zelf wat te kopen. Ja, mijn vriendin die komt daar al zo'n beetje heel de leven. Mijn schoonouders komen daar al erg lang. En we hebben het gewoon heel erg naar ons zin. Ze hebben mij toen de tijd meegenomen. Omgeving Marbella. Daar komen wij vaak, daar zitten wij heel veel. En ja, ik ben eigenlijk verliefd geworden op dat gebied. Ja, en uiteindelijk hadden wij zoiets van, nee, weet je, het zou toch mooi zijn als je hier zelf ook wat kan hebben. Maar ja, ik werkte toen de tijd in loondienst bij een bedrijf hier in de buurt in Papendrecht. Heel erg leuk, ik had het naar mijn zin. Maar ja, op een gegeven moment dacht ik ook bij mezelf van, ja, als ik wat wil. Zal het voor mij wat lastiger worden als ik in loondienst blijf zitten, om dan ook mijn dromen waar te maken. Nou ja, zodoende zaten we in Spanje, op vakantie. Nou ja, je kent het wel, zoals jij nu een beetje buiten zit, Nick. Ja. Zo zat ik 's ochtends ook. Bij mezelf te denken van, nou ja, goed, wat wil ik nou? Wat wil ik in het leven? Wat wil ik bereiken? Waar wil ik naartoe? Nou ja, goed, Spanje kwam natuurlijk naar voren. Omdat we daar gewoon graag naartoe wilde. En toen dacht ik wel bij mezelf, nou ja, als ik in loondienst blijf zitten zoals ik nu zit, dan zal het of heel lang duren, of gewoon een stuk lastiger worden om die droom waar te maken. Toen ben ik bij mezelf gaan denken, van, joh, wat vind ik nou leuk? Wat vind ik nou echt leuk om te doen? Waar liggen mijn interesses? En toen kwam ik heel snel uit in het vastgoed. Als klein jongetje had ik die interesse al. Als ik bij mensen op visite was, ja, dan was ik ineens weg. Dan liep ik in de badkamer, in de slaapkamer. Was ik gewoon aan het rondneuzen. Dus vandaar eigenlijk mijn interesse in vastgoed. Maar ja, vastgoed is best wel een breed begrip.
En dan kom je uit van, ja, wat ga je dan doen in het vastgoed? Als eerste dacht ik van, nou, ik wil investeren in vastgoed en ik wil projectontwikkeling gaan doen. Dat leek me gewoon heel erg interessant, heel erg om te doen. Uiteindelijk heb je daar natuurlijk wat ervaring voor nodig om dat te starten. Nou ja, toen ben ik eigenlijk gaan kijken, hoe kan ik die ervaring op gaan doen? Ja, toen kwam ik bij een makelaar uit. Toen dacht ik van, nou ja, op zich, een makelaarskantoor lijkt me gewoon hartstikke leuk werk. In 2007, 2008 wilde ik eigenlijk al de opleiding gaan doen. Nou ja, toen heb ik een keer naar mijn ouders geluisterd. En die zeiden van, joh, dat kan je beter niet gaan doen. Want er komt de crisis aan, we zitten in de crisis. Dan heb je daar ook je opleiding gedaan en dan heb je geen werk. Nou ja, goed, achteraf gezien, weet je, misschien wel goed geweest. Want daardoor heb ik andere stappen doorlopen. En ben ik uiteindelijk alsnog in de makelaardij beland. Ik heb toen gegoogeld, letterlijk, hoe start ik een makelaarskantoor in Nederland? Toen ben ik op Friendly, ja, echt waar. Toen ben ik op een franchise, bij een franchisegever uitgekomen. Gevestigd in Rotterdam. Ja, eigenlijk een gesprek gehad. En dat gesprek voelde gewoon goed. Ze zaten in de buurt. De eigenaar was leuk. Goed gevoel bij. En zo ben ik eigenlijk in in de vastgoedwereld, ja, gerold vanuit het niets. Dat is inmiddels, ja, dat zijn 6 jaar geleden. Ja, 6 jaar geleden. Nou ja, toen ben ik het makelaarskantoor begonnen in Dordrecht. Dat heb ik nog steeds. Ik heb er inmiddels een nieuwe jongen bij. En we zijn een beetje de taken, nou, niet een beetje, we zijn de taken aan het verdelen. Om hem hier steeds meer op te laten volgen. En voor mij dat het steeds makkelijker wordt om, ja, langer in Spanje te zitten. En uiteindelijk ook, nou, ons doel dit jaar definitief in Spanje. Dat we Nederland lekker achter ons laten. Nu is het nog een beetje heen en weer. Ja. Nou ja, vanuit het makelaarskantoor ben ik natuurlijk verder in het vastgoed gegaan. Gaan investeren. Ben ik gaan transformeren. En doen we een stukje projectontwikkeling. Dat is weer een ander bedrijf los van het kantoor. Daar heb ik twee compagnons. Een ervan ook heel erg, nou ja, actief in Spanje, heeft er ook zijn woning. Dus dat is leuk. Nou ja, daarnaast ben ik makelaar bij Norman Frank in Marbella. Norman Frank is het makelaarskantoor in Spanje waar ik aangesloten zit. Zal ik straks nog even wat meer over vertellen. En ik heb een samenwerking in de Costa Blanca. Samenwerking is in principe met een Nederlands makelaarskantoor in die omgeving. En daar kom ik zo ook nog even verder op terug. Lekker in het vastgoed gerold dus. Ja, lekker in het vastgoed gerold inderdaad. Ja, en ja, weet je, het heeft wat voor mij. Mensen hebben altijd een plek nodig om te wonen. Het blijven goede investeringen. Ja. Dat op zich zeg ik, ja, weet je, het is gewoon interessant. Ja, absoluut. Nou ja, zoals ik net even aangaf, ik ben actief in twee gebieden. In Spanje, een daarvan is de Costa Blanca. De andere daarvan is de Costa del Sol. Costa Blanca gaan kijken. Zoals ik net aangaf, ik heb daar een samenwerking met een makelaarskantoor. Die hebben mij een keertje benaderd. Hun intentie was eigenlijk, zij zitten in Alicante gevestigd. En ze hadden een kantoor net naast de Arnhem. En hun intentie was eigenlijk om een aantal makelaarskantoren in Nederland bij hun aan te sluiten. Voor als mensen bijvoorbeeld vanuit Rotterdam interesse hebben, dat ze niet helemaal naar Arnhem toe moeten, maar in de buurt terecht kunnen om dat gesprek even aan te gaan, informatie in te winnen en te kijken wat er mogelijk is. Ik heb er even een kaartje bij gedaan. Ik weet niet of je ook mijn muis kan zien. Ja, zeker. Ja. Ah, oké, top. Om even aan te geven voor de mensen die het, ja, niet weten. Dit is ongeveer het gebied Costa Blanca. Hebben een beetje een idee waar dat ligt in Spanje. Het ligt redelijk zuidelijk aan de oostkant van Spanje. En ook dicht bij Ibiza, dicht bij Mallorca in de buurt. Dus dit is het gebied waar we actief zijn. En je kan de Costa Blanca in principe verdelen in twee stukken. Je hebt de Costa Blanca Noord, dus zeg maar boven Alicante. En je hebt de Costa Blanca Zuid, onder Alicante. Waar wij voornamelijk actief zijn in deze gebieden, dat is nieuwbouw. Uiteraard is er ook bestaande bouw, maar er is heel veel ontwikkeling gaande in die gebieden. Dus wij zitten daar voornamelijk in nieuwbouwprojecten. Ja, nieuwbouw, bestaande bouw, beide heeft zijn voor- en zijn nadelen. Bij nieuwbouw heb je voornamelijk je prijsstijging. Op het moment dat je aankoopt,
Zeker als je in het begin aankoopt. Ja, dan tijdens de bouw over het algemeen stijgen die prijzen lekker door. Dus daar heb je natuurlijk al een stukje winst te pakken. En uiteraard winst is pas als je verkoopt of verliest. Ja. Ja, en verder heb je een garantie op nieuwbouw. Ja, dus je hebt zeg maar een 10 jaar garantie vanuit de bouw. Die een garantie geeft op, nou ja, goed, wat dan ook in de woning. Bestaande bouw doen we af en toe. Maar hier in dit gebied is onze core business echt wel nieuwbouw. Waar we op gericht zijn. Ja, een stukje prijs in dit gebied. Wat ik wel belangrijk vind om te vermelden. Nogmaals, je kan het gebied verdelen in Noord en Zuid. En ik vind dat het ook echt twee verschillende gebieden zijn. Alles boven Alicante, dat wordt wat meer bergachtig. Dan heb je wat meer hoogteverschillen. Ja, daar komt automatisch bij dat je daar ook een woning met een mooi uitzicht kan kopen. Veelal is daar best wel volgebouwd. In de zin van, er is geen ruimte voor nieuwbouw. Dus de meeste nieuwbouwprojecten liggen toch wel in het zuiden. Ja, en daar zit ook gewoon prijsverschillen. Aan de bovenkant, wat ik zei, je hebt daar bergachtig gebied, uitzicht. Ja, en daar betaal je voor. Dat is gewoon wat waard. En ga je mee naar de onderzijde, dan wordt het allemaal wat vlakker. Dus dan heb je gewoon een minder uitzicht. Maar goed, daar zijn ook de huizenprijzen naar. Er zit best wel een verschil in die prijzen. Ja, je kan. In principe hebben wij daar projecten te koop staan die onder de 2 ton beschikbaar zijn. Vanaf bijvoorbeeld 175.000 euro. Ga je naar de bovenkant, ja, dan zie je dat die prijzen gewoon echt wel een stuk hoger liggen. Dus dat is wel een verschil om goed rekening mee te houden. Ja, en in je wensen te bepalen. Wat wil je? Wat vind je belangrijk? Dan zijn we natuurlijk ook nog actief in Costa del Sol. En het verschil daar is dat ik daar echt zelf actief ben als makelaar. Hè, dus heb je interesse in Costa del Sol, dan ga je over het algemeen met mij mee naar bezichtigingen. Zal ik de rondleidingen doen. En nou ja, zullen we elkaar daar lekker onder de zon ontmoeten. Zoals ik zei, ik ben makelaar bij Norma Frank. Norma Frank is het makelaarskantoor. We hebben in Zuid-Spanje, in de Costa del Sol, hebben we twee vestigingen zitten. We hebben een vestiging op de Golden Mile en we hebben een vestiging in Estepona. Dat ligt ietsjes zuidelijker. Ook hier heb ik weer even een cirkel neergezet voor de mensen die niet weten waar de Costa del Sol ligt. En dat is ongeveer dit gebied. Dus dat is echt Zuid-Spanje. Je zit vrij dicht bij Marokko. Die zie je net niet liggen. Maar vanaf hier kan je in principe vanaf Cadiz kan je met de boot naar Marokko toe. Dus het is echt Zuid-Spanje. Nou ja, dat heeft natuurlijk ook een goed klimaat. Lekker weer. We hadden het er net even over. Ja, gemiddeld wintertemperatuurtje 18, 20 graden. Ik zou zeggen, rond de 320 dagen per jaar zit je lekker in de zon. Dus ja, dat is gewoon top. En dat maakt ook ja, dat het in de wintermaanden gewoon lekker is om daar te vertoegen. Je kan er gewoon lekker verblijven. Dus echt veel te doen. Er zijn in het gebied iets van 70 golfbanen. Dus mensen die houden van golf, die kunnen daar echt wel. Die kunnen zich daar goed van maken. Ja. Nee, en het werkt in Spanje een beetje anders. Dus het makelaarskantoor is Norma Frank. En je hebt daar verschillende makelaars die daaronder werken. Waaronder ik er één van ben. En we zijn in principe vrij om. Je hebt zeg maar een bedrijf binnen het bedrijf. Daar komt het een beetje Ja. in. Wat we daar doen, ja, we doen bestaande bouw, maar ook nieuwbouw. Dus het is daar gewoon een mix. Bestaande bouw, dat staat er uiteraard heel veel en in alle prijsklasses. Je kan, nou ja, als je wat meer richting Estepona gaat, ja, ook, het zal zijn 2, 2,5 ton, kan je zeker wat aankopen. Omgeving Marbella liggen die prijzen ietsjes hoger. We hadden het laatst zelf eentje te koop staan voor 2,75. Maar dat zijn vaak woningen die komen dan niet eens op de markt. Dus die worden zeg maar off-market verkocht. Dus buiten
Ja, wat ze in Nederland hebben natuurlijk een funda. In Spanje is dat bijvoorbeeld een idealista. Ja, die woningen die komen er vaak al niet op te staan in die prijsklasse, omdat ze gewoon heel erg makkelijk en heel erg snel verkopen. Dus dan is het belangrijk om een goed netwerk te hebben. Goede contacten met je, nou ja, ik noem het collega's. En ja, nieuwbouwprojecten die worden daar natuurlijk ook verkocht. De laatste keer dat ik er was, de kranen die kwamen uit de grond. Er wordt echt enorm veel gebouwd. Het is echt enorm populair op dit moment. Dus wat dat betreft, ja, zijn er zat kansen en mogelijkheden voor iedereen. Nou ja, als we de prijzen even gaan bekijken in dit gebied, ook ten opzichte van de Costa Blanca. Over het algemeen liggen de prijzen van Costa Blanca wel wat hoger. Ja, Marbella heeft natuurlijk een bepaalde naam. Ja, het vastgoed wat daar staat, ik vind het persoonlijk gewoon echt heel mooi. Je kan alles kopen, Spaanse huisjes, modern en alles wat er tussenin zit. Op het moment dat je wat verder naar Estepona toe gaat, dan zie je dat de prijzen ietsjes lager worden. Dus ook daar weer, ja, qua budget is er in principe voor iedereen echt wel wat mogelijk. En dan een stukje financieel. Gelijk even een slokje, Jannik. Ja, geen probleem. Dan wordt hij koud, dat is ook zonde. Ja, zeker weten. Stukje financieel. Uiteraard heel erg belangrijk. En natuurlijk ook belangrijk om van tevoren in kaart te brengen. Ja, op het moment dat je weet wat je financieel kan, dan kun je natuurlijk ook echt gaan kijken van, nou ja, goed, waar wil ik gaan kopen, wat zijn mijn wensen en dat soort dingen. Dus ik zou wel zeggen, financieel is wel een van de eerste dingen om goed in kaart te brengen. En te kijken wat daar mogelijk is. Nou, om te beginnen, LTV. LTV staat voor Loan to Value. En Loan to Value is in principe, nou ja, de lening ten opzichte van de waarde van het pand. Nou, als een niet-resident in Spanje kan je op je eerste pand maximaal 70% financieren. En uiteraard kan dat in, ja, bepaalde omstandigheden kan dat minder zijn. Dus het is gewoon goed om van tevoren te kijken, nou ja, goed, wat zijn mijn mogelijkheden, hoe ziet mijn persoonlijke situatie eruit? Ja, en wat kan ik daarmee? Maar in principe, in de basis, maximaal 70% financiering op een woning in Spanje. Nou, op het moment dat je een tweede, een derde, een vierde woning wilt gaan kopen, dan worden de banken in eerste instantie wat voorzichtiger. En ze zeggen dan van, nou, we gaan daarmee met een lagere loan-to-value werken. Dus in de basis zou je voor je tweede of je derde pand een lagere LTV krijgen. Dus dat betekent dat je meer eigen geld mee moet brengen. En dan zou je rond de 50% loan-to-value kunnen krijgen. Dat is om even een klein voorbeeldje te geven. Een pand heeft de waarde van de ton. Nou, je krijgt een financiering van 70%. Dus 70.000 euro. Dus in dat geval zou dat betekenen dat je 30.000 euro eigen geld mee zou moeten nemen op basis van de waarde van de woning. Kom er straks nog even op terug. Maar er komen uiteraard, net als dat je in Nederland hebt, heb je ook wat bijkomende kosten. En dan kom ik zo nog even wat meer op terug. Nou, dan een stukje hypotheek. Kan je een hypotheek krijgen in Spanje? Dat is natuurlijk een veel voorkomende vraag. En ja, financieren Nederlandse banken vanuit Nederland in Spanje? Nou, ik moet zeggen, ik ken ze niet, Nederlandse banken die in Spanje financieren. Ik weet niet of jij ze wel kent, Nick. Nee, die zijn er nog niet. Ga gewoon Nee, rustig door, nee. hoor. Het begint hier te spetteren. Oh, Je gelooft het ja, heb niet. je regen in Tenerife? Dus ik zit hier lekker met mijn laptop hier buiten. Ja, Grijze handzaken. begint hier gewoon te spetteren. Ja. En ik zie blauwe lucht ook boven me. Dus dat is heel apart. Ja. Heel apart. Nee, heb je dat ook weer een keer meegemaakt? Ja. Nee, wat je zei, ik ken ze ook niet, Nederlandse banken die in Spanje financieren. Wellicht komt dat ooit in de toekomst nog, maar voor nu is dat niet van toepassing. Gelukkig zijn er wel Spaanse banken die jou een financiering willen verstrekken. Dus dat is mogelijk. In Spanje zit er wel een beetje of tenminste in Nederland heb je natuurlijk een verschil
tussen een eigen hypotheek, zoals je die voor je eigen woning hebt, en een beleggingshypotheek. Nou ja, beleggingshypotheek vaak al een 80% van de waarde in Nederland, een hogere rente dan je eigen hypotheek. En in Spanje kennen ze dat eigenlijk niet. In Spanje krijg je gewoon een hypotheek. Daar mag je overigens ook mee verhuren met die hypotheek. Dus het is zeker mogelijk om in Spanje een hypotheek te verkrijgen. Maar goed, er zitten uiteraard wel wat voorwaarden aan vast, waar de Spaanse bank naar kijkt. Een van die voorwaarden, en ook een belangrijke, dat is in principe 35% van je netto gezamenlijke inkomen, dat mag worden besteed aan hypotheeklasten. Dus, nou goed, ik neem het een makkelijke rekensom. Stel je voor, je hebt 10.000 euro gezamenlijk inkomen, dan mag je daar 3500 euro van besteden aan jouw hypotheek in Spanje. Wat wel meegenomen wordt, zijn bijvoorbeeld ook je lopende hypotheek in Nederland. Dus veel mensen hebben natuurlijk een eigen woning. Nou, stel dat je een hypotheek hebt van 1500 euro. Dat wordt dan van dat totaalbedrag afgehaald. Dus dan heb je nog steeds in dit voorbeeld, een besteedbaar bedrag van 2000 euro voor je hypotheek. Verder van belang, je hebt een maximale looptijd van je hypotheek in Spanje. Die is 25 jaar. En die wordt afgelost voor je 75ste levensjaar. En daarbij gaan ze kijken naar wie is het oudst van de twee, mocht je aankopen met een partner. Zoals je, nou, ik ben 31, dus ik heb daar nog niet zoveel last van. Hoe oud ben jij, Nick? Volgende week 41, dus ik heb er ook nog geen last van. Je hebt er ook nog geen last van, nee, precies. Nou ja, stel dat wij partners zouden zijn, wij zouden een gezin vormen. Ja. Dan is het wel zo dat ze naar de leeftijd gaan kijken van het oudst van de twee. Ja. Dus dat zou in dat geval zou jij dat zijn. Dus er zit natuurlijk vaak een verschil daarin. Goed, ben je in principe zeg makkelijk onder de 50, dan maakt dat in principe niet zo heel veel uit. Ben je erboven, dan wordt die looptijd gewoon wat minder. Er zijn overigens ook banken, maar dat is een beetje weer afhankelijk van situaties. Die zeggen we niet dat het voor je 75ste is afgelost, maar dat het voor je 70ste is afgelost. Maar goed, dat zou allemaal even bekeken kunnen worden. Ja. Zijn er verder nog andere opties om te financieren in Spanje? Nou ja, die zijn er zeker. Dan moet je iets creatiever worden, maar dat is zeker een optie. We hebben wel eens klanten gehad, die hebben gewoon overwaarde uit hun woning in Nederland opgenomen. En daarmee eigenlijk cash aangekocht zonder hypotheek in Spanje. Dat zou een optie kunnen zijn. Uiteraard moet je inkomen in Nederland voldoende zijn en moet er voldoende overwaarde in je woning zitten om dat eruit te halen. Maar dat is zeker een mogelijkheid. Mocht je ondernemer zijn, dan zou je natuurlijk bepaalde leningen aan jezelf kunnen geven vanuit je bv. Je zou geld op kunnen halen bij vrienden, familie. Dus er zijn zeker andere opties om te financieren in Spanje. Maar ik zou zeggen, laat je van tevoren altijd even goed informeren. Ga in gesprek met een adviseur. Om gewoon even te kijken, wat zijn je eigen situatie en hoe kom je daar het beste uit. En goed, Nick die kent een hele goede adviseur. Een gezamenlijke, we kennen hem allebei. Ja, ik heb ook misschien wel leuk voor de mensen die dit bekijken. Ik heb ook een keer een video met hem opgenomen. Staat ook op ons YouTube kanaal en in de cursus natuurlijk. En dat is Arie van Masmas Hypothecas. En oud marineman, dus daar had ik al de eerste klik met hem. En hij woont zelf in Marbella al 18 jaar. En hij is een Nederlands financieel adviseur, maar ook Spaans. Dus ja, dat is top. Hij is wel druk, omdat er komen veel klanten naar hem toe. Maar wel echt een aanrader. Zeker, hij spreekt ook Nederlands, dat is natuurlijk geweldig. Ja. Met dit soort stof is dat gewoon fijn dat je iemand hebt die alles uit kan leggen in je eigen taal. Dus dat, dat is gewoon top. Wat ik net al zei, je krijgt natuurlijk een bepaalde financiering op de woning. Maximaal 70% en je hebt dus 30% eigen middelen nodig. Maar er komen ook nog wat overige kosten bij. Want ook in Spanje, net zoals in Nederland, moet je overdrachtsbelasting betalen. En de overdrachtsbelasting is een beetje afhankelijk van wat je koopt. Daar zit verschil in percentage. Koop je bestaande bouw, dan zit je op 7%.
koop je nieuwbouw, dan wordt het ja, in principe een soort van BTW. En dan betaal je 10%, dus die ligt wat hoger. En dan is er ook nog een andere optie. Ja, veel van jouw cursisten die zullen daar wellicht niet, geen interesse in hebben. Maar die optie is er wel. En dat heeft er voornamelijk mee te maken op het moment dat je gaat flippen. Dus op het moment dat je iets gaat kopen om te verbouwen en weer door te verkopen. Op het moment dat je dat gaat doen, dan kan je in een SL aankopen. Een SL is een Spaanse BV. En dan zou je ervoor kunnen kiezen om je overdrachtsbelasting te verlagen van, nou ja, 7% naar 2%. Dus daar heb je gewoon een stukje voordeel. Ja, regel is wel dat je het binnen 5 jaar weer moet verkopen. Anders moet je alsnog die overige 5% plus een beetje rente voldoen. En in principe mag je dan in de tussentijd het pand ook niet verhuren. Dus dat is wel even een belangrijk om te weten. Nou ja, buiten de overdrachtsbelasting zijn natuurlijk nog wat overige kosten die erbij komen. Kom ik later ook nog even verder op terug, maar je hebt natuurlijk een notaris nodig. In Spanje is het heel erg gebruikelijk en ook heel erg aan te raden om een advocaat te nemen. Ja, en je hebt wat inschrijfkosten en dat soort dingen. En dan de courtage van de makelaar. In Spanje heb je ook, ja, we noemen het niet echt een aankoop- en verkoopmakelaar, maar je hebt een listing agent, degene die het pand echt te koop zet. En je hebt een makelaar die de klant aanbrengt. En in Spanje werkt dat net wat anders dan in Nederland. In Nederland is het geval, nou, als je een aankoopmakelaar hebt, dan moet je daar als opdrachtgever, moet je daarvoor betalen. En in Spanje is het zo dat het kosteloos is voor jou als aankoper. Dan zou je misschien zeggen, joh, hoe kan dat nou? Doen ze dat dan echt voor niks? Verdienen ze daar niks? Nou, dat is niet het geval. Ik bedoel, het Voor leven in niets gaat Spanje. de zon op. Zij? Voor niets gaat de zon op, Nee, ja. precies. Het leven in Spanje is een stuk goedkoper, maar zo goedkoop is het ook weer niet. Nee. Nee, in Spanje is het zo dat de courtage die de verkoper, de makelaar krijgt, in de basis wordt die gedeeld met degene die de klant aanbrengt. Dus vandaar dat het voor jou als aankopende partij, dat wij als makelaar kosteloos zijn, omdat dat gedeeld wordt met de makelaar die het pand echt in de verkoop heeft. En heel erg belangrijk, dat zijn eigen liquide middelen. Zoals ik net al aangaf, ja, er zijn gewoon bepaalde percentages die je zelf moet betalen. Sommige daarvan moeten op het moment dat je wat aankoopt echt op korte termijn betaald worden. Dus het is gewoon echt belangrijk dat je, nou ja, liquide middelen beschikbaar hebt om die aanbetalingen te kunnen doen. Want over het algemeen, als je echt helemaal niks beschikbaar hebt en je moet dat nog ergens vandaan gaan halen, ja, dan wordt dat wel heel erg stressvol. Dus het is gewoon echt belangrijk dat je van tevoren ten eerste in kan schatten of, nou, hoeveel zou je ongeveer nodig hebben. En dat het ook echt beschikbaar is om, nou ja, over te maken wanneer dat moet. Hoeveel dat is en wanneer dat is, daar kom ik ook zo nog even op terug. Zitten we in het aankoopproces? Nou ja, dan voor de meeste mensen wordt dit gedeelte waar het leuk begint te worden. Dus ja, hier gaan we natuurlijk woningen bekijken. Nou ja, allereerst, wat is er belangrijk? Wat zijn jouw wensen? Wat valt daaronder? Nou ja, allereerst budget. Enorm belangrijk natuurlijk. Om, nou ja, gewoon van tevoren goed te kijken. Wat is mijn budget? En wat wil ik ongeveer uitgeven aan een woning? Met alle bijkomende kosten daarbij. En wat ik heel erg belangrijk vind, is het puur en alleen voor de verhuur? Wil je echt puur en alleen maar rendement gaan maken? Of wil je ook zelf gebruik gaan maken van de woning? Daar zit natuurlijk verschil in. Op het moment dat je echt, nou, ik wil puur rendement gaan maken, dan moeten we ook gaan kijken, gewoon puur naar, waar haal je het hoogste rendement? Wat is de beste investering? Op het moment dat je zou zeggen van, joh, ik wil er ook zelf in zitten, ja, dan gaan we natuurlijk net iets anders naar kijken. Dan wordt locatie uiteraard belangrijk. Locatie is sowieso belangrijk. Maar dan wordt er ook gekeken naar, nou, welke plek vind je zelf leuk om te zitten.
Nee, is dat Marbella, is dat Estepona, is dat Costa Blanca, is dat Alicante, Benidorm, nou goed, noem het op. Waar heb je het zelf naar je zin? En waar vind je het zelf leuk om, om te zitten? Dus dat is wel een belangrijk om ja, mee te nemen in jouw wensen. En dan kom je natuurlijk daarna op locatie. Nou ja, goed, net als in Nederland en ik denk overal ter wereld. Meest belangrijk in vastgoed is locatie, locatie, locatie. Nou, dat is in Spanje niet, niet anders. Ja, je kan zeggen, en zeker in de gebieden waar wij actief zijn, ik wil dicht bij de kust zitten. Juist niet, ik wil dicht bij een golfbaan zitten. Ik wil dicht bij voorzieningen zitten als een, nou ja, een winkelcentrum of een supermarkt. Of dat soort dingen. Nou ja, uiteraard maakt locatie maakt verschil in prijs, dus in je budget. En het volgende is natuurlijk, wil je een woning of wil je een appartement? Hè? En wat daar voornamelijk een groot verschil natuurlijk in is, in Spanje leef je heel veel buiten. Nou ja, goed Nick, je merkt dit. Je zit zelf buiten in de ochtend. Ja. Ja, en wat dan natuurlijk gewoon belangrijk is, is een buitenruimte. Wil je een balkon? Wil je een tuin? Wat wil je erin? Vaak hebben we natuurlijk appartementencomplexen, daar heb je een eigen balkon. Of je moet op begaande grond zitten, dan kan je ook gewoon een eigen tuin hebben. En ja, eigenlijk heb je bijna altijd wel een gemeenschappelijke tuin. Ja, dus iedereen in het complex heeft toegang tot die tuin. Daar heb je heel vaak een zwembad bij zitten. Want ja, nou ja, zeker in de zomer is het gewoon hartstikke lekker weer. Dus is het gewoon heel erg prettig als je lekker kan zwemmen. Ja, en heb je een eigen woning, dan kan het natuurlijk zijn dat je daar een eigen zwembad bij hebt. Beide heeft het zijn voor- en zijn nadelen. Ja, je moet ook het onderhoud doen, of laten doen, van een woning, van je eigen zwembad. Nou, en als je verhuurt, moet je zorgen dat het zwembad er in ieder geval netjes bij ligt. Door bijvoorbeeld de tuinman in te schakelen. En op het moment dat je een appartementencomplex hebt met een gezamenlijk zwembad, dan wordt dat onderhouden door het complex. Daarnaast, ja, wil je een woning die instapklaar is, dus gelijk klaar voor naar je eigen gebruik of voor verhuur? Of wil je een woning, nou ja, waar je nog wat dingetjes aan moet doen, die nog verbouwd moet worden? Ook weer, ja, beide heeft zijn voor- en beide heeft zijn nadelen. Over het algemeen, een woning die instapklaar is, ja, die is ook hoger in prijs. Je hoeft niks te doen. Maar ja, je kan ook gelijk verhuren. Ja, want de woning is klaar, afhankelijk of het ingericht is of niet, zouden er gelijk foto's gemaakt kunnen worden en kan het gelijk verhuren. Heb je een woning die verbouwd moet worden? Nou ja, vaak zijn de prijzen die zijn lager, omdat er nog werk in zit. Maar ja, aan de andere kant, je moet inderdaad gaan verbouwen. Dus ja, daar gaat wat tijd overheen voordat het gedaan is. Kost geld uiteraard. Je voegt natuurlijk wel waarde toe. Maar het duurt ook langer voordat je kan verhuren. Dus dat is ook een beetje een afweging. Verschil per persoon. Wat vind je belangrijk? Hoe snel wil je aan de slag? En ja. Hebben jullie trouwens ook mensen, stel ik wil opknapper kopen, hebben jullie dat ook binnen het netwerk? Dat je zegt van joh, ik zou naar die en die gaan. Ja. Ja, nee, we hebben vanuit Norman Frank hebben we, ik denk iets van 10 architecten in huis. Want in Spanje is het ook wel zo, voor bepaalde verbouwingen of bepaalde ja, delen die je wilt verbouwen, soms is er een vergunning nodig. Afhankelijk van de gemeente waar je in zit, kan je die vergunning heel snel krijgen. Dus we hebben een heel team, hebben wij gewoon in het kantoor zitten. Architecten die doen de hele dagen niks anders dan vergunningen aanvragen, tekeningen maken en dat soort dingen. Dus dat is zeker mogelijk. We hebben geen eigen aannemer, wel een vaste aannemer waarmee we samenwerken. Oh ja, oké. Ja, dus ja, in dat opzicht kunnen we alles uit handen nemen. We hebben zelfs een eigen interior design afdeling. Dus ook voor de binnenzijde, ja, kan alles uit handen genomen worden. Ja, dus dat is zeker mogelijk. Ja, je kan volledig ontzorgd worden. Nou ja, en verder natuurlijk ook belangrijk in je wensen, van, ja, hoe groot wil je dat een woning is? En hoeveel kamers wil je hebben? Hoeveel slaapkamers wil je hebben? En hoeveel badkamers wil je hebben? In Nederland is het vrij gebruikelijk, ja, een woning heeft één badkamer. Natuurlijk zijn er woningen met twee badkamers, maar over het algemeen hebben de meeste woningen hebben één badkamer. In Spanje zie je het
veel vaker dat een woning met twee slaapkamers ook twee badkamers heeft. Een woning met drie slaapkamers, drie badkamers of twee badkamers heeft. Dus dat er meerdere badkamers aanwezig zijn in een woning. Nou ja, ik zou zeggen, het is zeker prettig om meerdere badkamers te hebben. Op het moment dat je het gaat verhuren, zitten meerdere mensen in het huisje. Ja, dan hebben ze gewoon de eigen privacy. De eigen spulletjes in de badkamer staan. Dus dat kan zeker een meerwaarde hebben. En is ook goed om over na te denken. Nou, de voorbereiding en de bezichtigingen. Op het moment dat we alle wensen besproken hebben, in kaart hebben. En in die zin gecontroleerd hebben financieel om te kijken wat er ook echt mogelijk is. Dan wordt het natuurlijk tijd om de volgende stap te zetten. En dat is voor ons, voor mij als makelaar, een stukje voorbereiding. Op basis van de wensen en de mogelijkheden ga ik op zoek naar geschikte woningen. We hebben een heel systeem, kom ik straks even bij je op terug. Een heel systeem waar wij woningen kunnen inzien, informatie kunnen inzien en dat soort dingen. Dus ik ga een woningaanbod selecteren. Ik ga daar een selectie van maken en die ga ik je dan toesturen. Goed, dat kunnen er 10 zijn, dat kunnen er 20 zijn, dat kunnen er 30 zijn. Afhankelijk van jouw wensen en de mogelijkheden die erin zijn. Vanuit daar gaan we een selectie maken. Welke woningen spreken jou aan? Waarom? En hoe ziet dat er verhuurtechnisch uit? Wat is het rendement en dat soort dingen? En op het moment dat die selectie ook echt gemaakt is, dan wordt het wel zaak om een keertje naar Spanje te komen. En lekker te bezichtigen in de zon. Ik krijg ook wel eens de vraag, kan ik ook een woning aankopen zonder naar Spanje toe te vliegen, zonder bezichtigingen te doen? Tuurlijk, het kan. We kunnen gewoon tegenwoordig met de technologie die we hebben, via Zoom, via FaceTime, via WhatsApp bellen, dan kunnen wij natuurlijk gewoon door de woning heen lopen, jou de woning laten zien. En op basis daarvan kan je natuurlijk een beslissing maken. En we krijgen die vraag voornamelijk van mensen die echt puur en alleen voor investering kopen. Dus die daar zelf geen intentie hebben om daar naartoe te gaan. Die zeggen, ik wil het puur verhuren. Ziet het er goed uit? Vertrouwen ze op mij? Dan kloppen de cijfers. Dan vinden zij dat goed. Over het algemeen zou ik je adviseren, zeker ook als jij zelf gebruik wil maken van de woning. Kom gewoon lekker. Leer de buurt kennen. Mocht dat nog niet het geval zijn, kijk even wat er in de omgeving zit. En wat ik zeg, laten we lekker een rondje maken daar om alles te bekijken. En daar hebben we een advocaat. In Nederland niet gebruikelijk om in de arm te nemen tijdens een aankoop of verkoop. Eigenlijk ook niet goed in Nederland als je een advocaat nodig hebt tijdens een aankoop of verkoop. Vaak is het dan dat er problemen zijn. In Spanje ligt dat iets anders. In Spanje is het wel heel erg gebruikelijk om een advocaat in de arm te nemen bij een aankoop en ook een verkoop. Is een advocaat verplicht? Nee, dat is het niet. Maar zou ik het je adviseren? 100%. Het werk wat een advocaat doet, is wel gewoon heel erg belangrijk. Kan je veel uiteindelijk geld schelen door de controles die een advocaat doet. En het kan gewoon een hoop gezeur en problemen voorkomen. Want over het algemeen is een advocaat die controleert vergunningen. Die kijkt in het kadaster. Zijn er illegale bouwwerken op de woning, aan de woning of dat soort dingen. Wat is de bestemming van de woning? Zit er wel een woonbestemming op? Dat is natuurlijk ook wel een belangrijke. Mag je daar eigenlijk wel wonen? Rusten er verder nog een hypotheek of een schuld op de woning? Want in Spanje is het wel zo, als dat soort dingen niet gecontroleerd worden, er staat een illegaal bouwwerk op het stuk grond, of er zit nog een schuld op waarvan je niet af weet en je koopt het pand, dan neem je dat automatisch over. Dus nogmaals, een advocaat kan je daar echt in begeleiden. En die kan echt, in dat opzicht zijn geld gewoon voor je terugverdienen. Voor de rest bekijk je dingetjes als, is de verkoper ook wel de eigenaar van het pand? Tegenwoordig wordt het natuurlijk veel meer geregistreerd in Spanje. Het is echt niet meer zoals vroeger. Maar het is echt wel goed om een advocaat in de arm te nemen.
die dit soort ja, controles voor je doet, zodat je gewoon met een gerust hart een woning kan kopen. Nou ja, wanneer schakel je een advocaat in? Over het algemeen zou ik zeggen, in ieder geval op het moment dat je een bod hebt gedaan. Maar het liefst, ja, wat eerder. Advocaat kan je gewoon bepaalde dingen begeleiden. In Spanje heb je ook bepaalde, nou ja, documenten nodig om uiteindelijk een woning te kunnen kopen. Dus dat is een NIE-nummer, een NIE-nummer. Dat is een soort van BSN-nummer. Die heb je uiteindelijk nodig om de woning echt op naam te krijgen. En om je Spaanse bankrekening te openen. Spaanse banken vinden het wel prettig. Min of meer verplicht. Als je ook echt een Spaanse bankrekening hebt. Waar, als je die hebt, je hypotheek van wordt afgeschreven. Maar ook je maandelijkse lasten. Hè, zoals water, elektra, internet. Nou ja, en bepaalde... hoe noem je het? Gas, water, licht. Ja, ik zit even te denken. Belastingen zo, hè? Ja. Ik kwam er even niet op. Bepaalde belastingen. Ook in Spanje betaal je natuurlijk gewoon belasting. Dus het is zeker aan te raden om een Spaanse bankrekening te nemen. Daar heb je dan ook weer dat nummer voor nodig. En een advocaat kan die gewoon voor jou aanvragen. Nou, dan hebben we een reserveringscontract. In Spanje werkt het ja, net wat anders dan in Nederland. In Nederland is het natuurlijk zo, op het moment dat jij je gaat bezichtigen, je brengt een bod uit op een woning, jouw bod wordt geaccepteerd. Dan komt de woning vaak op, nou ja, onder bod te staan op Funda. Er wordt een koopovereenkomst gemaakt door de makelaar. Die wordt ondertekend door beide partijen. En de woning staat op verkocht onder voorbehoud op Funda. Nee, in Spanje werkt dat net ietsjes anders. Op het moment dat je een bod uitbrengt, het bod wordt geaccepteerd. Zoals ik net al zei, dan is het gewoon goed om een advocaat te hebben. De tegenpartij, de verkopende partij, die zal een overeenkomst opstellen. Het reserveringscontract. Nou ja, die is ook gewoon goed om, ja, ik zou zeggen, laat die controleren door de advocaat, door je eigen advocaat. En op een gegeven moment dat het reserveringscontract er is, moet je ook een aanbetaling gaan doen. En die aanbetaling die is er eigenlijk voor ja, om de woning, zeg maar, in ieder geval van de markt af te halen in Spanje. Zoals we dat in Nederland al kennen, verkocht onder voorbouw, doen ze dat in Spanje met een aanbetaling. Die aanbetaling kan variëren, maar ja, het meest voorkomende is tussen de 6.000 en 10.000 euro. Dat reserveringscontract die komt vrij snel nadat het bod geaccepteerd is. En dan moet je ook gelijk die aanbetaling doen. Dus vandaar wat ik in de vorige, even kijken, waar was dat? Bij eigen middelen, liquide middelen, is het gewoon heel belangrijk om die beschikbaar te hebben. Omdat je dus op het moment dat een bod geaccepteerd is, moet je gewoon heel snel een aanbetaling kunnen doen. Nou, wat ik zeg, die aanbetaling die is tussen de nou ja, 6.000 en 10.000 euro, meestal. Nou ja, zo'n reserveringscontract heeft ook een bepaalde looptijd. Nou ja, dan heb je het weer Arie die zegt heel vaak van joh, zorg dat die looptijd het liefst zo lang mogelijk is. Maar een verkopende partij, ja, die wil die looptijd het liefst zo kort mogelijk hebben. Omdat je na het reserveringscontract teken je de koopovereenkomst. Ja. Ja, daar zit weer meer zekerheid in eigenlijk voor de verkoper. Nou ja, en in Spanje kennen we eigenlijk geen voorbouw van financiering, zoals we dat in Nederland hebben. In Nederland koop je een pand van nou ja, 3 ton, je hebt financiering nodig van 3 ton. Krijg je die financiering niet, dan kan je op basis daarvan kan je natuurlijk afhaken en zeggen, joh, ik krijg die financiering niet rond. We hebben een clausule in de overeenkomst, ik kan er van afzien. Nee, in Spanje ja, doen ze dat eigenlijk niet. Dus die tussentijd tussen jouw reserveringscontract en, ja, en het tekenen van de koopovereenkomst, ja, dan moet Arie even hard aan het werk. Mocht je een financiering nodig hebben om die zo snel mogelijk rond te krijgen. Want dat is eigenlijk het tijdsbestek waar je dat rond moet krijgen. Nou, dan hebben we inderdaad de koopovereenkomst. Die komt daarna. En de koopovereenkomst verschilt niet zo heel veel van de Nederlandse koopovereenkomst.
Wat wel heel erg belangrijk is, en dan hebben we weer liquide middelen. Op het moment dat je de koopovereenkomst tekent, moet je ook een aanbetaling gaan doen. En op zich is dat niet erg, hè, want je krijgt een maximale financiering van 70%. Dus je moet sowieso 30% van de woningwaarde zelf betalen. En op het moment dat je de koopovereenkomst tekent, moet je dus een aanbetaling gaan doen van 10% van de koopsom. Dus als we even makkelijke bedragen nemen, er wordt wat aangekocht voor 3 ton. Dus je moet nu een aanbetaling gaan doen. 10% van 3 ton is 30.000 euro. Maar er wordt wel afgehaald het bedrag wat je als reservering hebt betaald. Dus is dat 6.000 euro geweest, dan betaal je nu nog 24.000 euro om in totaal aan die 10% te komen. Nou ja, net als in Nederland, de koopovereenkomst is gewoon een bindend contract. Dus op het moment dat je die getekend hebt, zit je eraan vast. Ja, zou je daar nog onderuit kunnen komen? Ja, in principe wel, maar je bent gewoon je aanbetaling kwijt. Dat is overigens hetzelfde ook als met een contract. Ook daar, ja, kan je er nog steeds vanaf zien, maar je bent gewoon je aanbetaling kwijt. Dus dat is wel even goed om te weten. Nou ja, wat staat er verder in die koopovereenkomst? Dat zijn gewoon de afspraken die je maakt voor het passeren. Ja, uiteraard staat daar de verkoopprijs in, de aanbetaling die je hebt gedaan, de datum waarop je gaat passeren. Goed, dat soort punten, die worden vermeld in de koopovereenkomst. Nou, dan hebben we een stukje aanbod, om te kijken, van, nou, hebben wij zelf aanbod en wat is er beschikbaar in die gebieden? Vanuit Norma Frank hebben wij zeker eigen aanbod. En dan denk ik even een... even kijken of dit werkt. Zie je mijn scherm nog niet? Ja, absoluut. Ja, ja top. Ja, dit is een aparte website die wij gemaakt hebben. En hier staat echt alleen maar aanbod op wat exclusief bij ons, bij Norma Frank, in de verkoop staat. Dus om even een beeld te geven, we hebben echt voor ieder wat wils. Schrik er niet van, deze prijzen die zijn wat hoger. En dit zijn voornamelijk de woningen die ze laten zien. Maar we hebben ook zeker woningen in een lagere prijsklasse beschikbaar. Nou, zoals je kan zien, Estepona, Marbella, Nueva Andalucía is een bepaald gebied. Marbella. Dus dit is nou, wat... Ik denk ook wel leuk om deze link straks even open te nemen. Dan kunnen we die ook in de cursus, zeg maar, eronder plakken. Dus dan kunnen mensen meteen kijken welke aanbod jullie nu current hebben, zeg maar. Ja, nee, zeker. Ik zal hem straks even naar je doorsturen. Hij loopt in principe op prijs. Dus nou ja, dit is de goedkoopste die erop staat. Oh. Oh. Zo. dit is de goedkoopste die erop staat, maar dit is zeker niet de goedkoopste die we in de verkoop hebben. Wat hierop staat zijn veelal woningen die echt instapklaar zijn. Ja. En exclusief in de verkoop staan. Dus mochten mensen nou zoiets hebben van, joh, dit ligt of boven mijn budget, of dit is niet wat we zoeken. Nee, ja. Dat is geen probleem. We kunnen zeker verder kijken dan dit. We hebben meer in het eigen aanbod dan dit. En mochten wij het niet hebben, nou ja, zoals ik net al zei, we hebben samenwerkingen met... nou ja, met onze andere makelaarskantoren. Even kijken, en daar kan ik je ook wat van laten zien. Want in Spanje, en dat is ook weer anders dan in Nederland, we hebben een open markt in Spanje. Wat houdt het in? Zoals ik net al zei, de courtage, die wordt in principe gedeeld tussen degene die de woning in de verkoop heeft en degene die de klant aanbrengt. En dat maakt eigenlijk dat wij toegang hebben tot in principe alles wat te koop staat op de markt. We hebben daar een heel systeem voor. Even kijken of ik die in beeld kan brengen. Het zonnetje is door aan het komen. Je ziet mijn... Ik zie jou lekker in het zonnetje zitten, inderdaad. Mijn schedel begint te gloeien. Ja, lekker hoor. Even kijken hoor, Nick, want hij wil hem niet verplaatsen vanaf mijn ene beeldscherm naar mijn andere beeldscherm. Kijken of dit wel werkt. Ja, top. Dit is een van de systemen waarmee wij werken. Hier kunnen wij eigenlijk alles opzoeken. Hier kunnen we alle woningen opzoeken die te koop staan. Hebben we contact met onze collega's. Ik kan hier bijvoorbeeld locaties toevoegen. Nou ja, goed, nogmaals, alles,
Alles staat erin. Als ik voor het gemak even zeg van nou, ik ben in Marbella op zoek, omgeving Marbella. Ik voeg hem Dit toe. is een systeem puur alleen voor makelaars, denk ik, of niet? Ja, dit is puur alleen voor makelaars. Ja. Klopt. En hierin kan ik dus de woning opzoeken. Op basis van jouw wensen kan ik bijvoorbeeld zeggen van nou, minimaal twee slaapkamers, minimaal twee badkamers. Met Ja. een prijs tot nou, vier ton. Vanaf 2. Nou, dan kan ik zeggen search. En dan komt ja, eigenlijk alles in het gebied wat ik net heb geselecteerd, komt naar voren. Ja. Nou ja, laten we zeggen van joh, wij vinden even kijken. Nou, ik vind dit wel mooi. Dan heb ik gewoon wat informatie die ik hier terug kan vinden. Ja. Het is in 2003 gebouwd. Nou, de belasting voor je afval is €186 per jaar. Oh ja. In dit geval community fees is €260 per maand. Want in Spanje is het inderdaad zo. In Nederland hebben we natuurlijk een VVE. Ja. Nou, in Spanje hebben ze een urbanisatie. Dat is een beetje vergelijkbaar met een VVE. Dat is een ja, bepaald klein gebied. En daar betaal je maandelijks voor. Maar dat zorgt er ook voor dat de onderhoud wordt gepleegd. Dat de tuinen bij worden gehouden. Dat het zwembad schoon wordt gemaakt. Dus dat soort dingetjes. Nou, mocht je dan zeggen van joh, ik denk dat het interessant is, dan kan ik hem aanvinken. En zo kan ik gewoon een hele selectie maken. En die kan ik dan per mail of per WhatsApp kan ik naar je doorsturen. Ja, super. Op die manier maken wij een selectie van panden, waarvan wij denken van nou, die zijn interessant. En ja, zo hebben wij dus toegang tot heel de markt eigenlijk. Dus er is veel mogelijk en voor ieder wat wils. Even kijken. En dan hebben we een stukje. Ik zet hem even hierop. Een stukje verhuur. Nou ja, dit is voornamelijk jouw tak van sport. In Spanje kennen we eigenlijk voor het gemak twee verschillende soorten van verhuur. Nou, dat is korte termijn, wat jij heel veel doet. Maar ook lange termijn is mogelijk. Ja, zit daar verschil in rendement? Nou ja, dat is zeker het geval. Over het algemeen liggen de prijzen gewoon een heel stuk hoger natuurlijk voor korte termijn verhuur. Je kan voor een dag verhuren, je kan voor een week verhuren. Dat is afhankelijk wat je prettig vindt. Maar ja, daardoor liggen die prijzen natuurlijk ook hoger, zeker in het hoogseizoen, in de zomermaanden. Ja, ligt dat gewoon een stuk hoger. En ga je voor lange termijn verhuren, dan is het ja, net als in Nederland, je hebt gewoon een vaste prijs per maand. En dat is wat er betaald wordt. Wij zeggen wel eens heel makkelijk om een vergelijking te geven. Korte termijn, een prijs per week in het hoogseizoen is in principe voor de lange termijn een prijs per maand. Ja, Dat is een dat, beetje. dat, dat klopt wel een beetje wat je zegt, ja. Ja, gewoon heel, heel makkelijk uiteraard. Hè. Is dat per geval is dat echt verschillend. Maar even een hele makkelijke vergelijking is dat hem. Ja, en qua korte termijn, wij zeggen gemiddeld 30 tot 35 weken per jaar. Dus zeg maar zo rond de 60% is gemiddeld is verhuurd. Maar ja, daar heb je het weer heel veel hangt natuurlijk van een hoop factoren af. En daar kom ik zo nog even op terug. Nou ja, zit er verschil in regelgeving, korte en lange termijn verhuur? Dat is het zeker. Korte termijn verhuur heb je een vergunning nodig. Dus die is gewoon belangrijk. Heeft weer te maken met verschillende zaken. Daar kom ik zo meteen ook nog even op terug. En lange termijn verhuur. Het is niet zoals in Nederland dat ze werken met een puntentelling. Volgens mij is Nederland het enige land in nou ja, Europa, misschien wel ter wereld, waar ze zo werken. En het werkt niet Ja. zijn vlucht af. Het wordt er niet beter op, naar mijn mening in ieder geval. Nee. Maar in Spanje hebben ze dat niet. Komt wel bij kijken, huurders zijn ook gewoon echt goed beschermd in Spanje. Ja, mocht je problemen hebben, procederen in Spanje. Ja, dat is ja, een lastig verhaal. Contracten zijn over het algemeen ook echt voor de lange termijn. Dus dan moet je denken aan een jaar of 5. Ja, het heeft zijn voor- het heeft zijn nadelen. Je weet gewoon wat je huur is en wat je rendement is. Korte termijn kan je daar een inschatting op maken, maar je weet het nooit 100% zeker van tevoren.
Nou ja, goed, daardoor iets meer risico, maar ook een hoger, normaal gesproken een hoger rendement. Ja, dat is natuurlijk waar wij ook een beetje mee helpen. Hè. We hebben dat misschien ook wel leuk voor de mensen die nog geen klant bij ons zijn. Download even onze rendementstool op de website. Want ja, we hebben best wel, denk ik, een goed gefundeerde strategie ontwikkeld om te bepalen van wat kan ik nou gaan verdienen met korte termijn, met short stake, verhuur. Hè. We doen dat zelf al sinds 2008. Ja, en dat je op die manier toch wel redelijk een bodemprijs kan berekenen wat je kan gaan verdienen met short stake, verhuur. Ja, en je gaf het net al aan, hè? Als je een woning koopt, je kan vaak in het hoogseizoen kan je een prijs vragen per week die je normaal per maand vraagt. Klopt. 9 van de 10 keer kan je dat gewoon 12 weken echt wel voor die prijs vol krijgen. Dus dan heb je bijna altijd een winnaar ten opzichte van lange termijn verhuur. Ja, het is ietsje meer werk, maar goed, dat hebben we allemaal in de cursus verwerkt hoe je dat kan automatiseren en systematiseren. Ja. Ja, nee, zeker, zeker. En weet je, het is natuurlijk afhankelijk, en daar kom ik zo best hier natuurlijk nog even op terug. Maar ja, zeker als je het zelf wil gaan doen. Ja, weet je, zorg wel dat je inderdaad de kennis hebt om dat te doen. En daar kom jij inderdaad natuurlijk weer in beeld. En die rendementstool die is overigens echt, echt top. Ik heb hem zelf ook gedownload. En ik gebruik hem ook regelmatig. Ik vind hem gewoon makkelijk en prettig werken. Ja, Dus ik heb hem niet te moeilijk gemaakt. Ik heb hem expres, oh. gisteren kreeg ik hem weer door van iemand. Ik zeg, ja, ik mis dit, ik mis dat, ik mis zus, ik mis zo. Ik zeg, ja, dat klopt. Ik zeg maar, ik merk al in de feedback die jij geeft op die Excel-sheet die wij gebruiken, werk jij dagelijks met Excel. En jij werkt ook wat vaker mee. Nou, ik ondertussen ook. Maar ja, hiervoor 18 jaar als marinier nog nooit met Excel gewerkt. Hè? Daar deden we gewoon helemaal niks mee. En ik Nee. denk dat 90% van de mensen er gewoon niet veel mee doet. En daarom heb ik hem, ja, mijn schoonvader is boekhouder, geprobeerd om zo simpel mogelijk te houden. En ja, tuurlijk kan er altijd meer in. Maar dan ben je ook, ik vind dat het niet altijd duidelijker daardoor wordt. Ja. Nee, precies. Weet je, en de basis moet erin zitten en die zit er zeker in. En ja, mocht je meer functies nodig hebben, dan kan je hem volgens mij ook zelf aanpassen. Dus dan kan je natuurlijk zelf toevoegen wat je nodig zou hebben. Ik ga even uit de zon. Ja, te warm. Ja. Nee, we komen op een stukje vergunning, waar we het natuurlijk net even over hadden. Op het moment dat je korte termijn verhuur gaat doen, dan heb je een vergunning nodig daarvoor. Dus dat is belangrijk om te hebben. Het kan zijn dat je een bestaande woning koopt waar al een vergunning op zit. Maar laat het wel even goed controleren door je advocaat weer. Of die vergunning ook meegaat op het moment dat je het pand koopt of dat je hem opnieuw zou moeten aanvragen. En want het is niet altijd het geval dat de woning op het pand zit. Hij kan ook wel eens op eigenaar zitten. Dus dat houdt in, als jij die woning koopt, dan moet je gewoon de vergunning opnieuw aanvragen. En dan is het dus gewoon goed om van tevoren te controleren. Dus nogmaals, laat je advocaten even naar kijken. Geef van tevoren aan wat de intenties zijn. Dat het voor verhuur bestemd moet zijn. Dat die vergunning erop moet zitten of verkregen moet kunnen worden. Wij kunnen dat uiteraard ook bij de verkoper, de makelaar, aanvragen. Hoe zit dat? Zit er een vergunning op? Is er een mogelijkheid tot? Dus dat zijn ook natuurlijk dingetjes die wij van tevoren bekijken. Maar goed, nogmaals, het is altijd goed om dubbel te checken. Dus controleer het ook met de advocaat. Daar komt dan ook nog bij kijken een urbanisatie, waar we het net over hadden. Een soort van VVE. Het kan voorkomen dat de gemeente aangeeft van joh, wij zijn bereid om je een vergunning te verlenen. Het zou voor kunnen komen dat de urbanisatie daartegen is. Dus de mensen die daar in het complex wonen, dat zij niet willen dat het verhuurd wordt voor korte termijn. Als dat gebeurt, is het voornamelijk in een complex waar meestal veel locals wonen. Echte Spanjaarden zelf, die er ook uiteraard permanent wonen. Die hebben er ja, meestal wat minder zin in, wat minder trek in dat ze elke week of elke maand een nieuwe buurman hebben. En niet weten wat erin komt, of ze overlast hebben of niet. Dus er bestaat een kans dat vanuit de urbanisatie dat tegen wordt gehouden. Maar goed, in de meeste gevallen, de meeste complexen, ja, de mensen die daar woning bezitten, dat is allemaal vakantiewoning, tweede woning. Of voor verhuur. En nou ja, goed, die mensen zijn er natuurlijk niet op tegen. Hè? Ja, als de buurman niet mag verhuren, mogen zij dat zelf ook niet doen. Dus ja, dan heeft het voor hun ook weinig nut. Nou ja, nogmaals, inderdaad, aanvraag via advocaat. Dus ook de advocaat kan de vergunning voor jou regelen en voor jou aanvragen.
Hebben we een stukje belasting? Niet leuk, wel belangrijk. Want ja, ook in Spanje moeten we belasting betalen. En dat moeten we ook over de huurinkomsten doen. Dus dat is iets wat we in Nederland nog niet kennen. Nou goed, hè, de wet en regelgeving die willen ze natuurlijk aan gaan passen, hebben ze aangepast. Het is allemaal een beetje een lastig gebied. Maar ja, in Spanje is wel het geval dat je belasting moet betalen over de winst van je huurinkomen. Hè, dus er zijn bepaalde kosten die je daarvan van af kan trekken. En dat zijn kosten die benodigd zijn om verhuur mogelijk te maken. Hè, dus denk daarbij bijvoorbeeld als je een hypotheek hebt aan de hypotheek. Ja, die hypotheek, zeg maar, die kunnen worden opgegeven als kosten. Vaste lasten, water en elektra. Over het algemeen hebben we geen gas in Spanje. Hè, er hangt een grote boiler met water, die werkt op elektra. Er hangen airco's, die zorgen veelal voor nou, uiteraard koeling in de zomer en verwarming in de winter. Het kan ook zijn dat er een elektrisch kacheltje hangt of wij hebben zelf een open haard in de woonkamer zitten. Moet ik wel zeggen, ja, is het nou koud in de winter? Nee, bij ons in huis was het vorige week volgens mij 18 graden. Ja. 17, 18 graden. Dus ja, weet je, dat is gewoon goed te doen. Maar ook je community fees, dus je bijdrage zeg maar, aan de urbanisatie. Als je management hebt voor het beheer van je pand en dat soort dingen, die kan je allemaal aftrekken van de winst. Ja, je moet dat natuurlijk op gaan geven bij de Belastingdienst in Spanje. Ik zou je aanraden om daar gewoon iemand voor in te schakelen. Een soort Dat van. kan via jullie, hè, denk ik. Ja, hoor, zou jullie ook. Hebben de auto. Ja, zou ook zeker via ons kunnen. Mocht je zelf iemand hebben, is dat uiteraard goed. En anders kunnen we je daar zeker bij helpen. Maar ja, het is gewoon een stukje gemak om dat uit handen te geven. Dan weet je ook dat het goed gebeurt. Want we zeggen wel eens, de enige geoliede machine in Spanje is de Belastingdienst. Voor de rest ja, is het allemaal een beetje, het blijft Spanje. Ja. Nou ja, een stukje beheer. Daar komen we dan op terug. Nee, ik zeg eigenlijk, er zijn twee mogelijkheden. Je kan je eigen beheer doen of je kan het uitbesteden. Nou ja, eigen beheer, nou, daar weet jij natuurlijk alles van, Nick. Dat is jullie ding. Dat is wat de mensen bij jullie in de cursus leren. Het heeft zeker natuurlijk zijn voordelen. Het kost ietsjes meer tijd, maar goed, het scheelt een hoop geld. Dus je rendement ligt gewoon een stuk hoger. En je hebt natuurlijk echt alles in eigen beheer. Dus je bepaalt zelf ja, wanneer je verhuurt, hoeveel je verhuurt. En dat stukje heb je ook echt in. Je hebt zelf de controle erover. Als iets niet loopt, dan ja, ligt dat min of meer aan jezelf. En dan kan je natuurlijk gaan kijken, nou, hoe kunnen we dat gaan verbeteren? Op het moment dat je het uitbesteedt, dan ligt dat natuurlijk in handen van die beheermaatschappij. En natuurlijk hebben zij de baat bij om jouw pand te verhuren. Want ja, over het algemeen vragen zij een fee van, nou ja, zeg even gemiddeld 20% van de huur. En verhuren zij niet, verdienen zij ook niet. Dus ze hebben er zeker baat bij dat het pand verhuurd wordt. Maar ja, je hebt zelf natuurlijk minder controle. Dus ja, goed, dat is natuurlijk een keuze die je zelf moet maken, wat je zelf prettig vindt. Ook daarin zijn mogelijkheden. Maar goed, nogmaals, dat verschilt voor iedereen. Ja, misschien nog wel als aanvullingje daarop. Wat je vaak ziet, hè, mensen zeggen van ja, het is allemaal gedoe, de verhuur. Nou goed, dat zijn we wel achtergekomen met op de top hadden we 30 woningen in de verhuur. Met z'n drietjes deden we dat. Eigenlijk deed mijn vrouw dat met iemand die ons daarbij hielp, die we in dienst hadden. En tegenwoordig is het allemaal echt wel te automatiseren. Dus mensen die short stay willen gaan doen, check sowieso eventjes onze website. Maar waar krijg je mee te maken? Het opzetten, dus denk aan de marketing. Schoonmakers, nou, heb je teams voor in Spanje vele malen beter te vinden als in ergens anders op de wereld. Omdat Spanje draait op twee zaken, dat is vastgoed en toeristen. Dan heb je troubleshoot partijen, maar die kan je een fixed fee per keer geven. Dus dan kom je onder die 20% uit. En wat ik het grote voordeel ook ervan vind, is jij loopt zelf het hardst voor je eigen woning. Zeker in het laagseizoen. Die grote partijen, die zorgen echt dat je woning vol zit van april tot oktober. Ja. Maar daarna is het iets dynamischer, zijn er veel meer wissels. Wij hebben gemerkt, ja, weet je, dan gaan ze toch wat minder hardlopen, wordt er ook minder verdiend, hebben ze minder commissies. Ja, en ik zeg altijd, daar valt namelijk het geld te verdienen, hoor. Dus ook al wil je het gaan uitbesteden, denk ik dat het supergoed is om gewoon
wel die informatie tot je te nemen. Dan kan je altijd achteraf nog kiezen van ja, ik ga het dan via een beheerpartij doen. Of ik kan ook die beheerpartij coaching gaan geven. Joh, ik wil dat je dit en dit gaat doen. Ja, want dan krijg je gewoon veel meer verdiensten eruit. Ja. En ik denk zeker in het gebied, nou ja, Costa Blanca of Costa del Sol in het laagseizoen, het winterseizoen, zou je natuurlijk ook voor kunnen kiezen. Je hebt natuurlijk veel overwinteraars, Ja. zeker de pensionada's. Dus je zou gewoon wat makkelijk kunnen zeggen van, nou, ik verhuur het aan iemand die 3, 4 maanden wilt overwinteren. Dat is natuurlijk een optie. Maar wat we ook heel veel merken, dat is juist in het winterseizoen. En zeker mensen die van golf houden, zoals ik net al zei, we hebben ongeveer 70 golfbanen in Costa del Sol zitten. Ja, de hoogseizoenen voor de golfbanen zijn niet in de zomer. Dan is het Nee. gewoon te warm om op die golfbaan te staan. Dus je merkt gewoon dat de voor-, na- en winterseizoenen, dat zijn over het algemeen de hoogseizoenen bij de golfbaan. Ja, dus mocht je dan ook een woning hebben dicht bij de golfbaan, ja, zorg dan dat je dat duidelijk maakt in je marketing, dat je ermee adverteert en dat je die mensen weer aantrekt om gewoon lekker een weekje te komen golven en van je woning gebruik te kunnen maken. Ja, Dus ik denk absoluut dat dat mee eens. zeker een goede is voor de wintermaanden. Ja, nou, zo hebben we laatst een cursist van ons geholpen. Die zit in Torrevieja. En die heeft nu vanaf november tot met maart een vaste huurder erin. Ja. En daarna gaat hij weer toeristische verhuur doen. En dan heeft hij een pensionade. Dus iedereen zegt, ja, wij zeggen altijd van, ik ga voor een 95% bezettingsgraad. Dat doe ik in Nederland met de woningen. Dat ga ik straks hier ook in het buitenland doen. Maar we helpen ook de mensen erbij. Ja, en het is gewoon even creatief naar de markt kijken, doelgroep bepalen aan de voorkant, welke toeristen komen er, maar ook welke overwinteraars komen er. Leent het zich überhaupt voor overwinteraars, weet je wel? En zo zijn we nu ook bijvoorbeeld in Portugal iemand aan het helpen, die is er bezig. Er is het wel wat frisser, weet je wel, in de winter, maar die wil dan weer een soort ja, retreat, wellnessachtige omgeving gaan Ja. maken. Het is weer een heel andere doelgroep die je kan gaan pakken in de winter, maar wel weer waar je misschien wel 20 dagen per maand gaat verhuren, ook in december, januari, februari, wanneer het wat frisser is. Ja, en dan ga je geld verdienen. Want die zomermaanden, ik zeg, ik doe al van eens weer marktonderzoek. Ik geloof het wel, het komt toch wel De vol. zomermaanden die zitten vol. Weet je Ja. wel, daar hoef je echt niet, als je gewoon een goede nette woning hebt, dan zitten die zomermaanden die zitten gewoon vol. Wij merken ook echt qua aankoop, maar ook mensen die gewoon op vakantie komen. Het was veelal mensen uit Europa. Ja, en we zien tegenwoordig, ze komen echt overal vandaan. Voor de aankoop, voor de huur. Het komt uit Zweden. Enorm veel Zweden die er momenteel zitten. Naar Engeland sowieso natuurlijk. Duitsers komen echt veel. Er is tegenwoordig een directe vlucht vanuit Malaga naar New York. Dus steeds meer Amerikanen weten het ook te vinden. Dan heb ik het even over Costa del Sol. Ja. Ja, en we merken ook gewoon uit Saoedi-Arabië en uit Azië komen gewoon mensen die kant op. Want het ligt op zich ook wel redelijk centraal vanuit daar. En ik denk ook wat je net zei natuurlijk met overwinteraars. Zeker als je een goede woning hebt, dan zal je waarschijnlijk gaan merken, ja, dat diezelfde overwinteraar, dat jij erop weer terugkomt. En dat jij weer terugkomt en dat blijven ze herhalen. Ja, en wat je ook zei, op het moment dat je natuurlijk je eigen beheer doet, hè, je gaat zelf voor een bezettingsgraad van 95%, omdat je, ja, je loopt het hardst voor je eigen woning. En je Absoluut. merkt toch bij beheerpartijen dat het percentage echt lager ligt. Hè, wat ik net zei, zo rond de 60, 65%, 30, 35 weken per jaar. Dat is wat je merkt. En in dat opzicht is het zeker goed natuurlijk om je eigen beheer te doen, of om die wintermaanden zelf op te kunnen vullen. Zo, Dat was hem, denk ik, hè? ik denk dat we alles gehad hebben. Tenminste, ik heb heel de presentatie doorlopen. Ik weet niet of jij zegt van, joh, ik heb nog je hebt nog wat gemist, of ik heb nog vragen, of vertel dit nog even. Nee, weet je wat het is? Kijk, je hebt het hele puzzeltje compleet gemaakt. Dus het puzzeltje Ja. is in elkaar gelegd. Nu is het natuurlijk de kunst voor de mensen die willen gaan starten om gewoon, neem sowieso contact, denk ik, met jou op. Ja. Via deze manier vertel je plannen. Nou, je weet, hè, je kan hele zoekopdrachten kan je gaan invullen. Wil je meer weten over financieren? Dan raad ik ook de mensen aan. We werken met dezelfde financieel adviseur samen. Dat is Arie. Dan kunnen ze ons even een berichtje via Instagram of via de website WhatsAppje naar ons sturen. Ik heb ook een keer zo'n masterclass als deze met Arie opgenomen. Dus dan kan je ook meteen een beetje beeld en geluid erbij krijgen. Hoe zit het met de financiën? En dan denk ik van joh, start gewoon en stel het niet uit. Want
Spanje is op dit moment nog steeds gewoon hot and happening. En die Costa Blanca, Costa del Sol, dat is een vakantiegebied. Dat zal altijd blijven. Ook al wordt het crisis, dan gaat dat wel door. Dat merken wij ook met de vakantiewoningen in Nederland. Ja. Dus ik denk dat het... Ja. Mensen blijven altijd, altijd op vakantie gaan, willen altijd op vakantie gaan. In crisistijden, dan zie je dat Spanjaarden binnen eigen land op vakantie gaan. En die trekken naar dat soort gebieden toe, omdat het daar gewoon warm is. Temperatuur is goed, het weer is goed. Ze zijn in eigen land, dat is makkelijk. Het is afhankelijk waar ze zitten, maar ja, nou ja, het is zeker aan te rijden. Ja. Voor de een wat verder dan de ander, maar het is zeker aan te rijden. Dus ja, je merkt gewoon dat dat altijd, altijd door blijft gaan. En ja, je ziet, zeker met nieuwbouw, ja, je merkt echt dat er gewoon heel veel vraag is. Het ene project is nog niet afgerond en het andere project is alweer opgestart. En ja, wat ik zeg, je merkt gewoon echt dat het... Ja, dat het gewoon interessant is op dit moment. En ook zeker met ja, wat er denk ik op dit moment speelt in Nederland, merken we ook gewoon dat, ja, dat veel beleggers, en dan heb ik het gewoon over de, ja, ik noem het even de standaardbeleggers, die wat gekocht hebben, ja. lange termijn, met ja, eventueel verhoogde puntentelling, belasting en noem het maar op. Ja, dat we vaak met ze in gesprek komen om te kijken van, nou ja, ik ben toch wel benieuwd wat Spanje voor me kan betekenen ten opzichte van wat ik nu heb in Nederland. Ja. Dus ik denk dat het zeker, zeker interessant is. En wat je aangaf, joh, heb je vragen, heb je interesse, joh, bel me, mail me, app me. Ja. Maakt niet uit wat het is, maakt niet uit hoe groot of hoe klein je vraag is. Gewoon neem even contact op. Mijn telefoonnummer staat in beeld. Dat is ook mijn WhatsApp-nummer. Mijn mailadres staat ook in beeld. Dat is mijn uiteraard zakelijke mail, Norman Frank vanuit Costa del Sol. Daaronder heb ik staan Luxury Real Estate Marbella. Nou ja, als ik het net al aangaf, we hebben in principe een bedrijfje binnen het bedrijf. Dus mocht je het leuk vinden om nou ja, wat woningen ja, te zien en te vinden op social media. Instagram, TikTok, Facebook. LinkedIn overigens ook. Dan kan je daar op zoeken. En het kantoor waarbij ik aangesloten zit in Marbella, dat is Norman Frank. Ja, ik heb het ook allemaal genoteerd en opgegeven. Ik ga dit sowieso ook even onder de video plaatsen. Die we natuurlijk op YouTube, de website zetten en in de cursus. Ja, super uitgebreid. Ik zit even naar de klok te kijken. Een uur en een kwartier zijn we bezig geweest. Maar goed, ja, ik denk dat dit wel de basis is die mensen gewoon moeten weten. Ja. Ga niet als een kip zonder kop ergens op af. Ren niet overal in. Doe goed je onderzoek. Maar ja, goed. Ja. Ja, inderdaad. Mensen die overwaarde hebben, er zijn gewoon kansen op dit moment. En er zijn in Spanje gewoon gebieden ook die nog steeds aan het stijgen zijn, weet je wel. Zelf zitten wij ook in die Murcia-Torrevieja-hoek te kijken, want ik persoonlijk verwacht daar nog een flinke stijging. Ja. En dat indirecte rendement kan je bijna niet tegenop verhuren. Dus, nee, het is zeker ook wat je zegt met nieuwbouwprojecten. Het kan zomaar zijn dat je wat aankoopt, zeker als je er heel vroeg bij bent. Ja, en dan is het een jaar of 2 jaar later is het afgebouwd en die waardestijging die je hebt, daar kan je niet tegenop werken. Je moet daarbij wel natuurlijk een stukje geduld hebben. Ja. Dat is wel belangrijk. Ja. Maar dat is een keus en dat is natuurlijk een strategie. En die kunnen we helemaal voor je uitstippelen om te kijken wat het beste bij jou past. En wat overigens nog wel even belangrijk is om, vind ik, we hebben natuurlijk toegang tot alle woningen. Maar dat heeft in principe iedereen. Dus ik zou zeggen, zoek één makelaar die bij jou past. Waarmee je een klik hebt en waarvan je denkt, van, die kan mij goed helpen. En hou het daar dan ook bij. Want anders ga je best wel aparte situaties krijgen onder collega's. Nou, dan zeggen we, joh, we hebben een klant. En dan zegt die van, ja, maar, hè, die, we hebben die woning al bezichtigd met die andere makelaar. En dan krijg je behoorlijk veel verwarring. Dus het is goed om één makelaar te zoeken. Nou, nogmaals, waarvan je denkt van, joh, die kan mij het beste helpen. Ja. Daar heb ik vertrouwen in, heb ik een goede klik mee. En daarbij te blijven. Ja, nou, dat is ook de reden. Hè. Gisteren had ik natuurlijk, van de week hebben we nog een masterclass gehad met een andere partij. Maar die zit ook in een andere regio ja. als jullie, weet je wel. Dus dat het elkaar niet in de weg zit, zeg maar. Ja. Dat is belangrijk. Dus dat is misschien ook nog wel een tip van, oké. Ga je echt in Marbella, Estepona kijken.
Ja, ga dan of met jullie in zee of met iemand anders. Maar ga niet Ja. overal wild zoekopdrachten uitzetten. Klopt. Waarom? Kijk, die makelaar die moet ook gewoon, heel eerlijk, die is ook aan het werk. Jullie Ja. zijn ook gewoon druk met die systemen moeten betaald worden. Even als achtergrondinformatie voor de klanten. Ja, en achteraf, als je dan bij drie, vier verschillende makelaars bent gewend, dan komt daar gewoon gesteggel over de commissie. Dat wil je gewoon voorkomen. Dus bepaal dan, en dat is denk ik ook het fijne dat we nu weer zo'n masterclass hebben opgenomen. Mensen weten gewoon wie jij bent. Het duurt wat langer, we zijn een uur en een kwartier bezig. Maar ze kunnen hierna wel gewoon, ze hebben informatie gekregen, ze hebben kennis gekregen over jou en over het gebied. En maar eigenlijk meteen het vertrekpunt hebben ze nu om te Ja. starten. Dus dat vind ik altijd wel tof, het toffe hiervan. Ik denk ook een mooie om hiermee af te sluiten. Heb jij Zeker. nog nabranders? Nee, ja, ik denk dat wij, ja, wat je zegt, we zijn een uur en een kwartier bezig geweest. Ik denk dat we daarin alles wel besproken hebben. En nogmaals, heb je vragen, wil je meer informatie of wat dan ook, neem gewoon even contact op. Ja. En dan ja, sta ik je graag te woord. Helemaal goed. Ik geef jou straks nog even een belletje en dan voor nu ga ik hem afsluiten. Jay, Yes. hartstikke bedankt en wij Ja, houden sowieso contact. is goed. Dankjewel. Hoi, hoi. Hoi, hoi.